Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Loods in Rijswijk. Work, Eat, Connect. Jules, politie! Standaardbegroeting? Dat is de code om hem naar buiten te krijgen. Ja. En nu moet je ook nog maar even wachten of hij klaar is. Nou ja, zeg. Ik ben niet beschikbaar. Niet beschikbaar nog? Nee. Zo dadelijk? Ja? Oké. Okay. Nou, dan pakken we daar even op. Okay. We zijn net te vroeg. Komt goed. Tot zo. Oké. Dat heb je ook wel eens, dat het net te vroeg is. Dus we hadden 2 uur, maar dan moet je nog even geduld hebben. Ja. Dan komen we gewoon weer terug. Toch? Ja, zo zeker. Zo gaat dat. Af en toe moet je even de contrabas tegen de krib gooien. Bap! Ja, het is oude baas, hè. Let op het geluid ook. Ho! Ze zouden me godverdomme onderhand als erelid kunnen maken of zoiets. Kijk. Voorzitter Jules Wilde. Ja. Moet je nagaan met waar ze nou op lopen. Ja, ik vind geen ponen. Dit is zijn eigen gin. Dit is Jules Hard Gin. Dus die hakt erin. Nou, het schijnt, en dat verbaasde mij de vorige keer dat hij het zei. Hij schijnt er ook zijn yoghurt mee aan te lengen in de ochtend. Als hij dan wakker kan worden, hoor. Heb je nou die sigarenbandjes bij je? Nee, niet bij me. Kunnen we die nog even halen? Nee. Nee? Maar wel de manchetten? Nee, ook niet. Ja, rot op manchetten. Nee. Sparta manchetten? Ja. Nou ja, ik roep maar wat. Ja, ik ben geen clown. Publifoob. Net zoals al die Sparta-dassen. Al die Sparta-dassen. De ene is nog lelijker dan de ander, weet je wel. Ja. Je hebt nou een Sparta-das aan? Nee. Hebben ze jou nooit voor kledingadviezen gevraagd? Bij het bestuur? Nou, bedoel, ze vragen nooit wat van het bestuur. Ze zouden me godverdomme onderhand als erelid kunnen maken of zoiets. Het kasteel, ja, hè? Langs de hooi valt ja, weg. Ze blijven dat zelf ook, dat heb ik al 100 keer gezegd. Sparta stadion, nee. Pleur toch op, er bestaat maar 1 stadion en dat is de Kuip natuurlijk. En Sparta is het kasteel, dus waarom ze dat er niet opzetten? Houden we nog graag voor schoon. Wat die mensen allemaal niet zien, hè? Gekleed in een smaakvol zwart pak met een paars overhemd. Ik heb hem nooit aangehad. Nee. Maar leg eens uit, hard gin. Kijk, het is altijd dry gin, hè? Dry gin, ja, droge gin. Ik denk, ja, hard gin. Je hebt zelfs die ook hard drugs hebt en hardcore en noem maar op. En ook vooral niet te veel tonic, hè? Nee, tuurlijk, dat is dat. Dat woordje. Nou, laten we even een demonstratie geven. Ja. Nee, niet te veel ijs. Zo. Ja, oké. En dan de gin. Hè? Dan de gin. Let op het geluid ook.
Kijk. Te veel. Ho! Oh! Ja. Zo. Maar verder moet er niks in. Geen citroentje. Nee, al die flauw. Rot op met komkommer en kwel. Ja, nee joh, dat, hoeft er, dat zit er namelijk allemaal alleen. Ja. Ieder op zijn eigen manier, ja. Ik wou even proeven of die goed is. Ja. Oh. Ja. Goed? Easy on the tonic. Ja. Ja, precies. Is het de eerste vandaag? Ja. Vraag van mij ook. Als jij nou moet zeggen, de teams van Sparta die jij meegemaakt, wat vind jij dan eigenlijk de beste periode? Wat is het beste team geweest? Of het leukste? Nou ja, dat was natuurlijk het team van Dennis Neville. Van Dennis Neville? Ja. Het kampioensteam. Ja, die echt kampioen werden, ja, dat was natuurlijk wel... Daar heb ik jou nog, die ik nou niet bij me heb. Ja, ja, dat is jammer. Met Andries van Dijk en Freek van der Lee en Pim Visser en dan Jannie Schilder in het midden. En Verhoeven en De Koning en dan voor Van Ede, Wim van der Gijp, Schicht. Joop Daniels, ja. Beb Saal en Bosselaar. Geweldig team, geweldig. Of Piet de Vries en Bosselaar. Ja. Ikzelf. Toen werd ze kampioen, echt kampioen, weet je wel. Mijn vader was 75 jaar lid van Sparta. Een paar jaar voordat hij overleed, toen liet ik hem het Spartaans gedicht van zien. Ik zei, zou dat niet wat mooi zijn als je ook doodgaat, dat dat op je overlijdenskaart komt? Dat vond hij prachtig, dat hebben we ook gedaan. Als je die nou eens even voor wil lezen. Spartaans gedicht. Ja, er staat voor Jan. Ja, dat is toevallig. Hè? Heet hij jouw vader ook? Ja, heet hij Jan. Het is voor Jan. Het is voor Jan. Jan van Kleef. Ja. Maar mijn vader heet toevallig ook. Goed, oké. Ja. Vroeger of later ga je dood. Dat staat als een paal boven water. Zo oud als Sparta word je nooit. En als je gaat, is het je tijd geweest. Dat is een ding dat zeker is. Zo niet... Of er een hemel is. Maar als er een is, dan zal je zien dat de hemelpoort, o brok in ons keel, verdacht veel weg heeft van het kasteel. Ik heb van mijn leven al wat gedichten geschreven, zeg. Hey, godverdomme. Wanneer komt er wat nieuws van je uit? Dan zeg ik altijd van, ga je eens die andere 35 even lezen. Godverdomme. Ja, dit is een mooi bundeltje. Ja, zeker. Heel mooi. Allemaal. Ja. Hier, nationaal gedicht. Hier, nationaal gedicht. 21-6-88. Marco van Basten. Oh! Hoe vergeefs... let op de tweede naam wel, hè. Hoe vergeefs des doelmans Hans zich strekte naar de bal. Die 1 minuut voor tijd de Duitse doellijn kruiste. Zij die vielen rezen juichend uit hun graf. Ja, geweldig. Is een goed gedicht, hoe je het ook bekijkt. Die hele Spartamars bestaat geloof ik uit 64 coupletten. Net zoals het Wilhelmus. En alleen de eerste 2 coupletten worden dan gezongen. Deze vlag, zij is ons heilig. Reeds 130 jaren lang. Bij rood-wit zijn wij veilig. Zijn wij voor niemand bang. Wij zweren bij die kleuren. En zingen hoe het ook gaat. Bij de wat ook mogen gebeuren, aanvoegende wijs. Bij wat ook mogen gebeuren... SPART, ja. Dat duurt ontzettend lang. En dat, net als je denkt van, Jezus Christus, dan komt hij. Ja. Maar ik weet wel dat er altijd hardnekkig een grote fout wordt gemaakt. Daar heb ik ook al vele malen op gewezen. Het is namelijk op een gegeven moment, kijk, rood-wit is onze glorie. Rood-wit zit ons in het bloed. Bij neerlaag of victorie. In voor- of tegenspoed. Nee, zingen ze altijd bij neerlaag of victorie, bij voor- of tegenspoed. Fout, fout. Ja. Hier zitten allemaal mensen die willen niet herkend worden. Gerard. Ik ben nog geweest toen naar ADO Sparta. Ja, ben je nog geweest? Ja, ik ben geweest. Was leuk, hè? Was een leuke wedstrijd. Ja.
Gaan we het altijd zo met de playlist? Ja, ja, bij mij wel. Ja? Jawel. Want jazz is natuurlijk improviseren. Nou, het is wel leuk als we allemaal hetzelfde nummer spelen. Dat is misschien wel handig, toch? Anders wordt het iets enthousiast, jazz. Ja. Nou, ik bedoel, ja. Het gaat tussen improvisatie en van tevoren afspreken. Ja, oké. Dat klopt met voetballen, hè? Ja, maar ja, dat wordt toch nooit naar geluisterd. Dus. Het lijkt me niet heel druk, hè? Wacht maar, tot wij gaan spelen. Is het nou meer jazz of meer voetbal bij jou, uiteindelijk, als ik je laat kiezen? Jazz. Ja? Eerst muziek en dan voetbal. Ja, oh ja, Sparta is natuurlijk... Dat is meer dan voetbal, weet je wel. Dus maar, ja, ik zou zonder jazz niet kunnen leven. En zonder Sparta? Ja, zonder Sparta, ja. Maar, ja. Als het nooit zou hebben bestaan, dan zou je niet weten wat je mist, natuurlijk. Dus, hè? Nee. Maar dat geldt voor jazz ook. Nee, maar uiteindelijk... zou je zonder Sparta wel kunnen leven, maar het leven zou minder aangenaam zijn. Aan de andere kant zou het je ook een hoop zorgen besparen. Ja. Het gaat up en dan gaat het weer down en dan gaat het weer up en dan gaat het weer down. En dan gaat het... Dus daar ben je van verzekerd dus. En ja. Ik heb al vele ups en downs meegemaakt. En ik zou het niet anders willen. Dus, en ik bedoel, wat er verder ook... Ja. Sparta, ja, dat laat je nooit meer, als je er eenmaal verslingerd bent, dan laat je nooit meer los. Nou, we gaan naar binnen. Ja. Ja, die pin. Hier, dit is de stoel van de voorzitter, ja. Ja, 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 ja. Dat is de beroemde stoel van de voorzitter. Sjoen, je mag twee gaan zitten. Ja? Bezwijkt hij niet dan? Hij bezwijkt niet. Kijk. Voorzitter Jules Wilde. Ja. Vroeger werd er dus, als er gespeeld werd, werd het niet onderbroken door de speaker, hè? Maar als er wat aan de hand was, dan kwam er die gozer zo'n... Ja, met dat bord? Ja, met dat bord. En dan liep die buiten de lijnen het hele veld rond, zwijgend. Met dat bord. En wat stond er op het bord dan? Ja, weet je, meneer Jansen, geliefde bij de radiokamer, of die dergelijks, weet je wel. In die Engelse paradepas, weet je wel, die je dan had, die trage, zo... met dat bord zo. Nee. Die had altijd zo'n regenjas uit, het leek wel zo'n potloodventer, weet je wel. Ik weet niet of zo, die wedstrijden van de... Tegen de Rangers toen, om de Europa Cup ging dat toen. Ja. 1960. Hé, hey. Ja. Weet je wel? Ja. Zaten ze in de kwartfinale, hè? Toen was het, ja... Toen wist niemand er nog van die Europa Cup, joh. Toen zat Sparta erin. Hebben ze drie wedstrijden tegen Glasgow Rangers gespeeld. Ze verloren hier in het Feyenoord Stadion trouwens met 3-2. Op een dipje, een waanzinnige wedstrijd. Moesten ze in Glasgow voetballen, wonnen ze met 1-0. Dus moest er een derde wedstrijd komen, op zogenaamd op neutraal terrein.
Dan kan je ook over twisten of dat nou echt een neutraal terrein was. Maar toen verloren ze weer met 3-2. Maar het is toen een kantje boord gegaan. Waanzinnig wedstrijden waren dat met die Janus Kogeliekste. Nee, dat was hem ook een goede voetballer, joh. Oh. Ik zag eerst die neus dan een hele tijd niks en dan kwam hij pas. Een ontzettende zinksnijder had hij, weet je wel. Ja, ja, ja. Moet je nagaan met waar ze nou op lopen. Ja, ik vind het geen plezier. Soms met die verschrikkelijke kleuren. Ja, mooie roze schoenen. Ja, ah, joh, rot op. Nee. Zwart. Of oranje. Of, ja, zwart. Ja, ik vind ook dat die club... Maar ja, dat kon dat niet, want dan hebben die spelers weer een persoonlijk... Dan komt er ineens zo'n gozer met van die knaloranje schoenen of van die knalgroene schoenen. Ja, ik vind geen ponum. Wat denk jij dan? Nou, ik vind het smakeloos. Ik vind het smakeloos, maar goed. Soms al dromend kan ik vliegen. En al vliegend ben ik vrij. Niks te willen, niks te weten, niks te moeten dan er zijn. Onder mij zie ik het stromen in een zuiver perspectief. Kijk. Dit is wel eens 2 druppels water, de heer Van Ede. Dat is echt, ik weet niet wie dat heeft gemaakt, maar dat is echt... Hoe waren de eerste regels van de schicht ook alweer? We noemden hem de schicht en droegen hem op handen. Hij sprintte sneller dan het licht en schoot uit alle standen. Het was een van de beste voetballers die ik ooit in actie heb gezien. Oh ja? Vroeger, die gasten verdedigden nog niet mee, weet je wel, die buitenspelers. En dan was hij klaar met de actie en dan ging hij dan wachten. Zo. Totdat die volgende bal kwam. Ja. En dat, niemand die hem daar... Zo ging dat, weet je wel. En dan pikte hij op en dan sprintte hij... paats naar die hoekvlag en dan gaf hij hem voor. Zo'n zuiger voor die kool. Ja. Ja, hij was echt snel. Ja, zeer snel, ja. Een hazenwindhond. Weet je, we vonden ons dan in de catacomben... van het Sparta Stadion. Waar wij op zoekende zijn naar de stoffelijke resten... van de oude schicht, die volgens de overlevering ergens hier... Hier. Oh, kijk. De urn met stoffelijke resten van de oude schicht, hè? Hierin. Hè? Dus dit is wel een beetje obscuur, dat moet ik toegeven. Een beetje de bezemkast, zoals je het zo ziet. Maar in dit kastje er zit dus de urn... Met de urn met de as van Tony van Ede, dus op het laatste oordeel. Zoals je weet, het teken voor alle doden. Nou is het natuurlijk de vraag hoe een hoopje as uit zijn graf moet reizen. Maar goed, dat zullen we dan wel zien. Het is een metafysisch probleem voor de toekomst. Maar hier wacht Tony van Ede dus op de wederopstanding. Dat met jouw urn ook gebeuren? Nee. Nee? Nee, ik wil geen urn. Oh, je wil begraven worden? Nee, dat toch niet. Ik wil verstrooid worden naar alle windstreken. Ja. Dus voor toch? Jou geen aparte deelde tribune? Nee, dat vind ik een beetje te... Dat vind ik een beetje... Om zo'n claim te leggen op het hiernamaals, dat... Nee, dat laat ik aan Hugo Borst over. Mijn vader was 58 toen hij de pijp uitging. Kon ook echt geen dag meer langer, hoor. Dus die was echt wel op. Ja, gesloopt, hè, door al de doktoren, hè, die, oh ja, nee, ja, ja, dat enige... Ze schreven allemaal dit en dat en allemaal nieuwe middelen, dat, maar geen een van die doktoren die gaf hem, waar die om vroeg, iets tegen de pijn. Maar hoe doe jij dat dan? Want heel veel mensen zeggen, die Jules Deelder is toch een beetje een medisch wonder. Hij gebruikt nog steeds drugs, ja. Drank en... Je bent bijna 75 en je loopt er vitaal bij. Ik heb nog nooit in een ziekenhuis gelegen of zoiets. Ik weet niet hoe dat komt. Je bent geen sportman? Nee. Tenminste, niet actief? Nee. Ben ik nooit geweest, nee. Roken? Nee. Ja. En alles wat God verboden heeft natuurlijk. En nog steeds, en ik bedoel, ik gebruik nog steeds elke dag
Maar alleen is het wel weinig dus. Speed, toch? Ja, speed, ja. Maar ja, kijk, als je op een gegeven moment al heel lang iets bepaalds gebruikt, dan moet je er niet van de ene dag op de andere, als je al zou willen, ermee ophouden, want dat heeft zijn invloed gehad. Dan krijg je op je rekening. Dat heb je met Herman gezien. Brood. Ja. Ja, had hij nooit meer op moeten houden. Maar goed. Eens een gebruiker, dan altijd een gebruiker voor de gezondheid. Nou, dat is eigenlijk wel. Ja, voor de gezondheid. Maar in ieder geval, ik heb er nooit reclame voor gemaakt. Want dat wil ik helemaal niet. Want ja, iedereen reageert er anders op. Een zeer persoonlijke zaak. Maar met mij accordeert het tot nog toe bijzonder goed. Kijk, daar ben ik blij mee. We hebben alle twee rood-wit als kleuren. Hè? Alleen bij Feyenoord is het dan één helft wit, één helft. En wij hebben die streepjes. Als je bij Sparta in de stadion zit, dan zag je tegelijkertijd dat er dus behalve de voetballen ook nog wel wat anders gaande was in de wereld eromheen. Als je in dat stadion zit, bij Feyenoord, daar is niks anders dan dat voetballen. Want je kan niet bij het stadion kijken. Dus dat geeft ook iets, een andere soort van sfeer, weet je wel. Het is wel dat Sparta toch wel meer, misschien meer voor het individueel was ingesteld. Tenminste, dat heb ik dan zo'n beetje uitgedokterd. De sfeer bij Sparta, de verenigingssfeer, die was altijd wel sterk aanwezig. Ik vind het leuk als ik heen ga, als het spannend is en als er een lekker potje is. Dat vind ik tof. En natuurlijk hoop ik dat Sparta wint. Maar ja, als het er niet in zit, ja, dan komt het er niet uit. Juist. Kijk eens. Heel goed. Is het altijd voor je klaar, die kaart, of heb je vast een seizoenkaart? Ja, ik heb een seizoenkaart. Ja? Ja. 26, hier. Ja? Ja? Oké. Okay. Hoi. Hallo. En hoe het kunstgras er ook weer bij ligt, hè? Opstelling der beide elftallen. Dirk Abels, Bart Vriends, Jurgen Matthij, Lassana Faye, Dante Rigo, Abdul Haroui. Die zou volgens jou niet meedoen. Maar... Die zou volgens mij niet meedoen, nee. Maar... Wat was jouw afkorting van de VAR ook alweer? Volgens Amsterdamse regels. Dit kunnen we altijd doen. Ja! Bij Nederland of Victorie, in voor of tegenspoed, bij wat ook mogen gebeuren, SP. Kijk. Zo, daar heb je geluk aan, zeg. Ik vind die Smeets wel een aanwinst. Maar ze spelen wel behoorlijk, hoor. Ja. Naar voren! Stuur op!
Godverdomme. Niet als de spanning te groot wordt dat je dan even een joint opsteekt. Nee, dat ter voorbereiding voor het eerste doelpunt. Oh. De geest van Bok de Korver zich warm loopt langs de lijn en de kreet Sparta naar voren boven het kasteel uitstijgt, weten wij de tijd gekomen ons te gorden tot een strijd en de vijand te bestormen tot hij een hartverzakking krijgt. Niet meer zullen wij verzagen, strijden om elke meter grond, nooit de Sparta-mars beschamen aan geen enkel voetbalfront. Als Spartaan zijn wij geboren, als Spartanen sterven wij. In de geest van Bok de Korver en de naam van Cor van Rijn. Doc gemist? Ga naar foxsports.nl/doc.